Het belastingstelsel voor de Nederlandse koninklijke familie werpt veel vragen op. Royalty-expert Rick Evers heeft de nuances blootgelegd. De Oranjes betalen 21% belasting op hun uitgaven, wat terugvloeit naar de schatkist. Echter, er zijn uitzonderingen. Hoewel ze belasting betalen over de meeste zaken, ontvangen Willem-Alexander, Maxima, Beatrix en officieel ook Amalia, indien ze haar inkomen niet terugstort, belastingvrije inkomens. Anderen in de koninklijke familie betalen wel inkomstenbelasting. Bovendien betalen leden van het Koninklijk Huis slechts belasting over een deel van hun vermogen, datgene verbonden aan hun koninklijke taken. Winst uit beleggingen valt echter wel onder belastingheffing. Daarnaast genieten leden van het Koninklijk Huis vrijstelling van BPM voor AOTOS. Een ander voordeel is dat Willem-Alexander, Maxima en Amalia geen erfbelasting betalen over geërfd bezit van elkaar. Dit maakt het mogelijk om collecties bij elkaar te houden zonder belastingafdracht.